Ik heb een vraag over salaris. Mijn ouders zijn vanuit Polen naar Nederland gekomen om te werken. En ze werken heel hard. Wanneer ze thuis komen, zijn ze heel moe. Mijn moeder heeft dan iets van 4000 broodjes gesmeerd. En dan moet ze het aan twee kanten smeren. Mijn vader is ook moe. Hij moet van binnen de huizen afmaken en hij moet heel zware dingen tillen. Als mijn vader of moeder advocaat of dokter zouden zijn, dan hadden we veel meer geld en dan hadden ze ook minder last van hun lichaam. Ik vind eigenlijk dat het eerlijker zou zijn als mijn moeder en vader meer zouden verdienen. Wat vinden jullie?